Het was begin september 1983. Ik verhuis naar Amsterdam. Ik ga op mezelf wonen voor het eerst. Ik ben 18 jaar. En ik kom op de Weteringschans terecht. Ik kom bij Rudolf van der Vinden te wonen. Zijn bijnaam was Mackie. Het pand was van hem, hij was de eigenaar. En beneden zat een club, Tanja, een bordeel. Hij had ook een loods in het westelijk havengebied, waar geïmporteerde auto's uit Amerika stonden. Corvettes en nog meer mooie auto's. En dan moest ik hem helpen poetsen, kleine reparaties doen, et cetera. Ik denk na een week of drie werken, zei Mackie, kom we gaan even bij die grappies kijken. Dat waren onze buren, aan de achterkant stonden nog een loods. Deur stond op een kier, dus Mackie trok die deur nog ietsje open en zette zijn benen binnen en erin. En ik er ook achteraan. En er stonden drie mannen. Achteraf bleek dat Cor van Hout, Willem Holleder en nog een persoon was. Maar ik kende die gasten helemaal niet. Ik wist niet wie het waren, want ik was net pas drie weken in Amsterdam, maar hij kende ze wel. En ik voelde meteen aan hun lichaamstaal van, oh, we zijn hier niet welkom, niet gewenst. Maar Mac ging door en vragen stellen, maar hoe gaat het met de timmerfabriek? Nou, gaat niet zo lekker, vandaar zijn we bezig, we gaan een autospuiterij van maken. Dat zei Van Hout. Want we zijn aan het isoleren, want er zagen stenen liggen, planken liggen. Wij voelden al heel snel, ik sowieso vanaf het begin, dat we niet gewenst waren. Mackie had dat ook wel door, dus ik denk dat we na 3, 4, maximaal 5 minuten het pand weer hebben verlaten. Dus nu is het november 83, ik zit met Mac op 1 hoog waar hij woont. Ik zat altijd bij hem, ik at met hem mee. Zitten we tv te kijken en opeens komt er op het journaal dat Freddy Heineken en Dodense chauffeur, ze zijn ontdekt en gevonden op de Heining in het westelijk havengebied, in die loods waar wij 6 weken daarvoor waren geweest. En waar wij die stenen hebben zien liggen, waar ze dat muurtje hoogstwaarschijnlijk mee metselen zou gegaan zijn, waar die Heineken achter zat met doden. Dus ik zeg tegen Mackie, jezus man, ze zijn gevonden 80 meter bij ons vandaan. Ik zeg, 1 miljoen of 2 of 3 miljoen gulden voor de gouden tip. Had jij het had geweten, had jij ze dan verlinkt? Nee toch, het zijn toch jouw grappies? Hij zei, ben jij gek, grap? Voor 1 miljoen, ik had meteen gaan bellen. Heb jij ook een sterk verhaal? Mail dan naar damsco@at5.nl.